Oh, vorige video hebben we gekeken naar de videoclipopnames van Wim en Jovano. Wat was het goed? Niet als het... Gadi, motherfucker. Dat niet goed als in hoge kwaliteit. De videoclip was echt vreselijk. Jovano was ook zo slecht en niet gemotiveerd dat Wim even nog heel duidelijk liet weten in de comments wie van de twee hij nou was. Hier, pik, ik vind het allemaal goed wat je over ons zegt, maar haal AUB niet onze naam door elkaar. Dat is gewoon zijn neef. Ik heet trouwens ook geen pik, dus de paal lekker zelf, Wim. Oh, wat een heerlijke aflevering was dat. Laten we gaan kijken naar aflevering 10, tevens de laatste aflevering van... Plek waar ik wat centen kan verdienen. Met mijn handel en soms ook met mijn stem. Ah, Jezus. De groep is afgereisd naar Winterberg in Duitsland voor de opname van een videoclip. Yes! Er komt nog een videoclip met alle kampers en campers, zo te zien. De kerst begon al vroeg dit jaar in de wagen van Antonio en Frans. Alhoewel er door de drukte minder groot... Hebben ze nou aan de deurkloppers balzak een klokkenspel gehangen? Dat is sowieso een Frans idee. Ik hoop nu eigenlijk ook dat ze versiering gaan hangen aan zo'n tepelringen. Gewoon van die kerstballen hier zo, hoe cute is dat? Toch belooft de kerstperiode wel heel bijzonder te worden. Dankzij een nieuw liedje van Antonio, waarin hij het ontstaan van zijn liefde met Frans bezingt. Oh, oké, het is de videoclip van Antonio. Nice. Laten we deze ook raden. Vorige keer heb ik geraden hoe de videoclip zou worden. Deze gaat over liefde met Frans. Ik denk gewoon heel veel naakte mannen. Ik denk niet eens dat Frans erin voorkomt. Ik denk dat ze die klusjesman voor vorige keer gaan uitnodigen. Oké, bij deze heb ik geen idee. We gaan het zien. Oh, alle kampers komen natuurlijk in voor. We hebben elkaar natuurlijk ontmoet en we zijn gelijk bij elkaar gebleven. Alleen de omgeving wist dat nog niet. Dus een persoon... Dit waren ze even... Fuck yes. Yeah, kijk nou. Hij lijkt op een Duitse Efteling-medewerker en hij op een Turkse automonteur. Want ze zijn wel echt goed opgedroogd. Opgedroogd. Antonio heeft het heft in eigen handen genomen natuurlijk. Ja, moest je zeggen, ik ben even werken of ik ben even hier of daarheen. En dan en die moest dan voor zijn ouders ook wel zeggen dat hij gewoon ergens heen ging en niet naar mij toe. Dat is toch vreselijk? Twee hartstikke gezellige... Kent. Ook niet gezegd, maar wel twee leuke, lieve, aardige... Ze doen ook niemand kwaad. Het enige wat ze doen is elkaar lief hebben. En hele weerde TikToks posten. Het plan om een gezellige kerstdraai aan de videoclip te geven... had Antonio al veel langer in zijn hoofd. Maar dan heeft hij wel alle hulp nodig die hij kan krijgen. Hey, Jovano. Wim, dat is Wim. Dat is de iconsmuts. Ja, ik wil even kijken als ik nog meer van onze vrienden erbij kan pakken. Oh, kijk. Hallo. Daar is Corina. Nou, even kijken als ik nou Lisbeth nog krijg. Dit is mijn droom. Gewoon in deze groeps-WhatsApp zitten is mijn droom. Dit wordt mijn make-a-wish. Als ik ooit sterf aan AIDS of zo, dan wil ik gewoon even 5 minuten zo bellen. Ik hoef dan niet eens genezen te worden. Dan is mijn leven compleet. Kerstspullen, kerstmuts, skipak, drankje voor onderweg. Antikaterpillen voor de dag daarna. Kijk eens, Gijs, bij de hand. Oké. Tegen Gijs. Gijs die wilde gewoon swingen met Corinna en Tony. Niet met Frans en Antonio. Gijs helemaal in paniek. Top, Frans. Echt een hele super... Jij bent... Oh, ik volg... De verbinding... Goed, de condooms gaan dus mee. Wat gaat er nog meer mee, Frans? Kijk, dus zo'n waterval op batterijen. Ik ga je zo helemaal uitrollen. Allemaal voor de clip. Kijk, dit is belangrijk. Dit moet mee. Nice, safari, dat is echt voor natuurlijk als Pablo dorst heeft. Toch? Niemand boven de 16 drinkt safari. Mag je ID zien? Daar ben je te jong voor. Oké, nee, dan is het helemaal goed. Neem maar mee. Hey, geniet ervan, hè? Wacht, je hebt nog geen ID? Nice. Hij wil die voor de kinderen in de sneeuw, weet ik wat hij zegt. Nee, gaan we niet voor de kinderen in de sneeuw. Het is gewoon voor leuk om naar te kijken. Ja, maar hij was hier ook leuk om naar te kijken. Ja. Hij moet gewoon er staan bij het hotel. Bij het hotel? Wat? Je neemt je eigen hotelversiering mee? Hi, ik kom inchecken, ja. Ik vroeg me trouwens af of er in de lobby een stopcontact is voor een kankergrote opblaas-eekhoorn. Je moet eerst even de ruitenwissers aanzetten, want de raam is beslagen. Ja, en zou je misschien ook de knipperlichten willen aandoen, want het is hier best wel koud. Nou, zijn gezellig in de auto, met voor de hotellobby natuurlijk nog wat extra kerstbomen. En een sazijzenbroodje onderweg. En de rest is ook al onderweg. Feliz Navidad. Het is wel Duits. Het is Spaans, schat.
Oké. Hey, dat is een Grieks nummer, toch? Ja, handelala. Hoe kan je nou niet het verschil tussen Spaans en Duits horen? We zijn Nederlands. Waar rij je in Duits op nou, rechts of links? Of moet je daar rechts rijden? Gewoon rechts, prima. Het is geen Engels. Maar zij heeft gewoon echt nog nooit van Duitsland gehoord, denk ik gewoon. Zij doet echt alsof ze in India rijdt. Nou, de gays waren ondertussen al aangekomen en die gingen dat grote hert opzetten. Dat is echt letterlijk het eerste wat ze deden. Kijk, dan moet je hem vastbinden, want hij gaat de lucht in. Zie je dat? Ja, maar kan je niet dat gewoon aan de dingen zien doen dan? Kijk eens. Frans! Ik heb hier dit ook meegenomen uit ons nachtkastje. En op iets. Ik zei dat ze goed verpast zouden komen. Hé hey joh, als Gijs er is, dan halen ze gewoon weer naar binnen. Nou, Frans die ging alvast, hè? Floris Weihnachten. Deze is voor jou. Ik ruik er wel aan, heb ik ook nog wat. Oh, dit is Flugel. Ik dacht dat je popper. Sorry, waarom heb ik deze ook als armband om? Is gegor. Toen kwam eindelijk iedereen aan. Ook Jovano was er. Oké, hij is Wim. Hij lijkt trouwens ook op een Efteling-medewerker hier. Hij lijkt op een Efteling-attractie. Hij lijkt hier op Hollebolle Gijs. Wat wel echt heel cute was, Lisbeth en Gijs hadden helemaal zo'n soep gemaakt, drank gehaald. Die hadden echt helemaal uitgepakt. Wim en Jovano, die hadden de muziek meegenomen. Iedereen had gewoon zijn best gedaan. Ook voor de videoclip. Oh, daarover gesproken. Want er moet een videoclip gemaakt worden. Speciaal daarvoor is een cameraploeg uit Vlaardingen ingevlogen en kan het echte werk beginnen. Vlaardingen! Yeah. Ik kom uit Vlaardingen, dus dit wordt kwaliteit. We gaan het verhaal uitleggen, zeg maar, dat het... Ik weet de clip. Oh. Gelukkig is het ook niet je werk om dat op beeld over te brengen. Omdat familie alles voor ze is, steekt menig reiziger een kaarsje op ter nagedachtenis aan hun dierbaren. Oh, wat cute is dit. Zij zijn echt een cute stel. Weet ik? Ik weet het ook niet. Zullen we het alles voor het raam neerzetten? Ja. Kom. Ja. Ik weet niet wie daar moet... Oké, dat heel dat gebouw in de fik vliegt. Ja, dit doen wij elk jaar. Voor alle mensen die er zijn verloren. Of we in een moeilijke periode zitten, dan steken wij een kerk in de fik. Nee, sorry, dit is cute. Dit is voor alle Tony's en Lisbeths die ze zijn verloren. Oké, joh, niet... Ah, gadver. Ik heb aan die anal beans gezeten. Goed over life goals gesproken. Kampers boodschappen zien doen in Duitsland. Hier, maar 1,50. Kijk, daar houden we van, hè. Pakken we dan 10 cola? Hoe zeg je dat? Gourmet. Barbecue. Met een pan. En dan wie wil that one? Yes? Wie wil alles wel, denk ik toch? Ja, if that can. Dat wil chicken. Pak, pak, pak. Moe. Kou, yes. Pik. Oh ja, doe daar maar 2 van. Nee, Antoni, niet pik. Pik van varken. Gewoon. Hoeveel stokjes moet ik uitleggen? Saté. Zie je. Je hoeft niet te schreeuwen. Hey, hoe zeg je eigenlijk saté in het Duits? 3 saté, alsjeblieft. Ik heb de komkommers. Ganz geil. Denk ze dat geil, dat geil betekent? Waarom is iedereen hier de hele dag geil? Dat is raar. Ik vertelde net aan een Duitser dat we naar de Efteling gingen. Wim en Antonio opzoeken. En ze reageerden met dat ze geil waren. Waarom is dat? Waarom is iedereen hier geil? Antonio, ik moet nog een cadeau van Jovano halen. Moet je dat nou nog doen? Ja, ik pak gewoon dikke sokken. Onderbroeken. Oh, leuk. Hoe leuk is dat? Gewoon last minute supermarkt ondergoed. Meiden, kom eens. Wim zei pas geleden dat hij wel een keer bloemen zou willen ontvangen. Dus ik zit hier te kijken. Gewoon normale bloem of tarwebloem? Nou, de supermarkt was dus een succesverhaal. Thuis in het huis ging het een stuk beter. We zijn bijna 26 jaar samen. Ja. Maar ik zou hem vanavond ten huwelijk willen vragen. Oh. En daar heb ik eigenlijk jouw mening over, wat jij daarvan denkt. Ja, dat moet je zeker doen. Wat jij ervan denkt? Ze zijn 26 jaar samen. Nou, Frans, ik weet het niet met Antonio. Misschien ben je zijn rebound, hè? Zou zo kunnen. Misschien nog heel eventjes wachten. Jaartje 24 geleden. In een dronken bui heb ik ooit gevraagd aan hem, zou je willen trouwen? En toen was ik zo dom om te zeggen, dan moet je iemand zoeken die dat ook wil. Wat?
oh, what the fuck. Dat is helemaal niet grappig eigenlijk. Dat is gewoon een super villain story. Dat is gewoon straight up evil. Nou, toen ging iedereen zich voorbereiden, netjes aankleden. Toen werd er één lange tafel gedekt. En natuurlijk kreeg ook iedereen cadeaus. Je Corina kreeg een mooie ketting. Je Vano kreeg een mooie armband. Die past bij zijn grote horloge. Toon, die kreeg een bor. Nou, het is beter dan... Oh, dat is wat ik elk jaar krijg. Ja! Oh, oh oké, het is elk jaar. Oké, dat vind ik een ander verhaal. Elk jaar is gewoon cute, een soort van. Laten we even kijken wat hij dan voor haar had gekocht. Omdat ik heel veel van jou, ook speciaal met liefde, uitgekozen voor jou. Ja? Hij krijgt gewoon elk jaar sokken en alsnog doet hij gewoon zijn best voor... Wat dacht je? Ja, ik sokken, jij sokken. Oké. Oké, ja, terecht. Alleen die opbouw was nergens voor nodig. Ze dacht echt dat ze net zoals Corinna diamanten kreeg. Frans die kreeg een luchtje van Antonio. En Antonio kreeg... Het is een rip uit mijn lijf geweest. Ja, het zit nog in de verpakking. Oh, nog iets. Satisfier. Yep, een Satisfier. Dat is letterlijk het enige stel van deze hele tafel... die niks heeft aan een Satisfier. Waar gaan ze die op zetten? Op een kontgat? Daar kan niemand, er zit dat ding al in. Sorry, ik maak het weer heel ordinair. Ze zijn gewoon kerstcadeautjes aan het uitpakken. Wat kreeg hij wel? Nice! Oh, nee, maar ik ben wel blij dat nu niet hij de enige is die sokken krijgt. En hij krijgt natuurlijk nog een ander cadeau. Maar buiten dit heb ik nog een heel klein cadeautje voor jou. Ik moet even bij gaan staan, of eigenlijk gaan zitten. Het gaat gebeuren. Oh. Come on, man. Ja, dus normaal. We hebben 24... Oké. Dus normaal. We hebben 24, bijna 26 jaar zijn we bij elkaar. 24, bijna 26 jaar. Ja, Antonio, die ene break die jij wilde in 2007, dat telt niet mee. We zijn eigenlijk 24 jaar bij elkaar. Plus corona natuurlijk. Ja. Niet doorgegaan. Maar bij deze zou je willen trouwen. Oh. Oh. Heb je niks gezegd? Oh, somebody's cutting onions here. Ja, dat is echt mooi. Dit is echt mooi. Cute, heel cute. Echt. Toen ging hij ook nog dat nummer waar de videoclip voor gemaakt wordt. Dat gaat over hun liefde, ging hij voor hem zingen. Trouwens, we hebben de videoclip nog niet gezien. Laten we die even kijken. Oh, oké. Het is gewoon een drone shot. Oké. Niemand kent ons avontuur van haar. Oh, wat cute. Ze hebben echt gewoon met acteren en zo. Het is echt gewoon... een verhaal. Kijk, we hebben zo stiekem naar elkaar kijken omdat ze niet gay mochten zijn. Frans met zijn klaphoes, stiekem sms'en naar Antonio. En het allermooiste, weet je wat het allermooiste vind? Dat zijn deze shots. Als de deur dicht slaat, jij mij achterlaat. Cute toch? Totdat je de behind the scenes ziet. Wat gezellig, hè, die type sneeuw, hè? Ja, het is heerlijk, die sneeuw zo. Alles voor het beeld, hè? Mijn ballen zijn bevroren. Dat is zo goed. Ik hou van Albert. Ik hou van het programma. Dit was een blessing. Dit was echt een blessing dat jullie hier naar wilden kijken afgelopen maanden. Ik heb er echt van genoten. Super bedankt dat jullie het hebben gevolgd samen met mij. Dit was dit seizoen van Bij Ons op het Kamp. Ik heb genoten van elke seconde. En hopelijk tot volgend seizoen. Ja, ik was te sentimenteel.